start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de vijfde koers. De Derby Koortsprijs, nummer 2, Bronco Boco, Tom Kooijman. De 3 is Barbara, Jeroen Engweda. Nummer 4, Delphine Flevorik, Ebbingen. De 5, Aries, Hugo Langeweg senior. Nummer 6, Davy Boco, Hugo Langeweg junior. De 7 is André Fortuna met Peter Stroper. En de 8, Zizou Jesse Terborg. Paarden sluiten aan. Nog 100 meter. Vijftig meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart en het is droog op de renbaan, duindicht. En het is na de start aan de binnenkant Bronco Boco die een gevecht levert met Barbara. Laatstgenoemde wint het duel om de leiding. Barbara heeft de leiding genomen voor op de tweede plaats Bronco Boco. En zo gaan we af op de eerste bocht. Daarachter volgt dan in derde positie in een gewijzigde set kleuren Davy Boco. Nu in de kleuren van Hugo Langeweg junior zelf. En die heeft daarachter dan achter zich Aries. En de paarden komen de rechte lijn voor de tribune in. Daarachter is het dan André Fortuna. En de paarden zijn in de rechte lijn voor de tribune. Straks nog een volle ronde te gaan. We kijken naar de staart van het veld. Daar ligt op dit ogenblik Delphine Flevo. En ook Zizou die ligt in de laatste rij en is in feite de hekkensluiter van het gezelschap. Deelnemers zijn dan in de rechte lijn, halverwege de rechte lijn voor de tribunes. En daar is de leiding nu voor Davy Boco. Die heeft de kop overgenomen. Maar André Fortuna die komt aan de buitenzijde. En die gaat proberen de koppositie over te nemen van Langeweg junior. En dat lukt nu ook. Het is André Fortuna die heeft in het tweede spoor de neus eruit gestoken. Heeft een kleine lengte voorsprong. En daar komt dan als de paarden de bocht doorkomen de nieuwe leider. André Fortuna zo dadelijk als leider uit. Op de tweede plaats Davy Boco. Bronco Boco is derde in. Vierde positie volgt dan Barbara. De vijfde plaats is voor een opkomende Delphine Flevo. Daarachter volgt dan niemand minder dan nummer 5 Aries. En de laatste van het peloton is Zizou. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Leidt André Fortuna. Davy Boco op de tweede plaats. Derde is Bronco Boco. Daarachter volgt aan de buitenzijde dan Delphine Flevo. Die wordt gevolgd door Barbara, dan Zizou. En laatste is nog altijd Aries. Als de paarden langs het laantje van Jochem zijn gekomen. En de laatste bocht gaan opzoeken met André Fortuna. Die een lengtevoorsprong handhaaft op Davy Boco. André Fortuna, Davy Boco, Delphine Flevo, dan Bronco Boco. Daarachter dan Zizou met Barbara. En laatst is onveranderd Aries als de paarden. Halverwege de laatste bocht zijn. En André Fortuna de voorsprong nu uitbouwt tot anderhalve lengte op Davy Boco. En zo zijn we in de laatste rechte lijn. Hebben nog 400 meter af te leggen in de Derby Koortsprijs. En dan is het aan de kop André Fortuna. André Fortuna neemt nog meer afstand. Neemt nu 2-3 lengte voorsprong. Davy Boco op de tweede plaats. Daarachter volgt dan opkomend de nummer 4. En dat is Delphine Flevo. Nog wijder aan de buitenzijde. Zien we dan opkomen Aries en we zijn in de laatste 200 meter. Maar het is André Fortuna die het hier heel gemakkelijk gaat winnen. Davy Boco kan ook de tweede plaats niet vasthouden. André Fortuna is de winnaar op de tweede plaats. Delphine Flevo, daarachter volgt dan nog Barbara.